is het met je? Ja, alles goed. Oh, gelukkig. Fijn om te horen. Ja, met mij ook hoor. Prima. Maar je vraag was of ik je make-up wilde doen. Oh, vertel. Oh, leuk. Voor Pasen. Ja, maar Pasen is pas volgende week, toch? Oh, ja. Ik snap het. Ja. Ja, nou leuk. Beetje een vervroegd paasfeestje. Heel leuk. En wat had je in gedachten? Oh, voornamelijk alleen je ogen. Oké, de rest kan je gewoon zelf. Dus alleen je ogen eigenlijk. Ja, tuurlijk. Ja, dat is geen probleem. Ja hoor. Ik zou zeggen, ga lekker zitten. Ja, ik heb een beetje last van mijn stem. Ik ben toevallig vorige week ook naar een feestje geweest. Ja, niet voor Pasen hoor, maar gewoon ja, een buurtfeestje. Ja, klopt ja. En toen heb ik zo hard gezongen dat ik mijn stem een beetje ben kwijtgeraakt. Vandaar dat ik nu aan het fluisteren ben. Ik hoop niet dat je het erg vindt. Nee, klopt. Het kan ook heel erg rustgevend zijn om zo te fluisteren. Dus als je wil, kan je ook terugfluisteren. Zit je lekker? Ja, ik heb hier wat klaargelegd zoals je ziet. Ik heb ook, ook nog wat andere dingetjes neergelegd. Ik wist namelijk niet of ik nou je hele gezicht moest doen of alleen je ogen. Ik had geen idee, dus ik heb echt van alles hier klaargelegd. Ja, vind je die leuk? Ja, die heb ik speciaal gekocht eigenlijk, omdat ik wist dat je zou komen. Ik kwam dit paletje tegen. En toen dacht ik, ja, dat vind ik leuk voor eens een keer iets anders. Ja, toch? Want normaal heb je eigenlijk alleen maar, ja heel veel nude paletjes met bruine kleurtjes, beige kleurtjes, zwart en grijs en zo. Maar ik kwam deze tegen en toen dacht ik, ja, dit is superleuk. Dit doen we gewoon een keertje. Maar ik weet niet of jij zulke kleurtjes op je ogen durft. Ja, oh leuk. Ja, zeker voor Pasen. Ja, toch. Voor Pasen is dit heel erg leuk. En hier van die leuke glittertjes. Glittertjes. Maar goed. Heb je wat op? Oh ja, ik zie het. Je hebt een beetje mascara op en een klein beetje oogschaduw zie ik. Nieuwe nog.
Ja, deze is echt ook fijn hoor. Die zou je ook een keertje kunnen proberen. Dit is volgens mij die met die vezeltjes. Kijk. Oh nee, dit is weer een andere. Ik had ook zo'n mascara met van die vezeltjes. Met kleur.
Ga doen, want dan hebben we hier, heb ik natuurlijk donker bij je gedaan.
beetje meer highlight. Mascara. Dan gaan we deze dus doen. Ik denk dat je deze ook wel fijn vindt. Essence/Princess, de paarse. Volgens mij heb je er ook andere kleuren van. Nou, deze is al bijna op, volgens mij. Even denken, dan mag je een klein beetje naar beneden kijken en dan doe ik de mascara op, ja. Ik zal heel voorzichtig zijn. In Amerika zie je altijd van de video's dat ze mascara opdoen in die ASMR video's en dan zeggen ze altijd blink, 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 blink. Zo'n lekker woord. Blink, 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 blink. Wat heb je trouwens? Een mooie wimpers, zeg. Shine. Het is echt een detail, maar het is heel mooi.